Ik word al een paar weken wakker met een gek hoesje. En ik heb niet het C-woord. Ik had haar vastgemaakt aan een bankje. Maar dat bankje zat gewoon los op de grond. Maar ik moet om 4 uur ergens zijn, waar ik helemaal niet van hou. Hoe is hij rustig? Rustig? Oh, mijn hart breekt, mijn hart breekt. Ik kan heel slecht omschrijven wat dit is. Doordat we de afgelopen paar keer een beetje teleurgesteld zijn geweest. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik word al een paar weken wakker met een gek hoesje. Dit hoesje. En ik heb niet het C-woord, want dat heb ik al een paar keer laten testen. Maar het is al bijna een maand en ik irriteer me er best wel aan. Dus ik ben nu elke ochtend even aan het gorgelen. Ja, superleuk. Toen kapte de camera ermee. Ik denk dat dat hoesje iets te heftig was. En terwijl jullie hiernaar luisteren, dacht ik dat het leuk was om even beelden te laten zien van dat ik weer eens aan het organiseren en opruimen ben. Want dat is tussendoor natuurlijk ook weer gebeurd. Het is inmiddels halverwege september en het hoesje is er nog steeds. Ik moet er even in duiken, maar tips zijn even welkom, want het irriteert me enorm. Het is vooral in de avond, 's nachts en als ik 's ochtends net wakker ben geworden. Goed, tot zover het hoesje. Wat ik wilde delen in deze vlog is dat ik 3 Too Good To Go boxen heb weten te bemachtigen. En dat ik die samen met jullie ga ophalen. Wacht, misschien zeg ik het wel verkeerd. Had ik er nou 4 of 3? Nou, dat zien we vanzelf in deze vlog. Buiten binnen. Even wat lichter maken. Het zit in de zak. Ik weet niet in hoeverre je het kunt zien. In ieder geval 2 van die baguettes. En dan nog 2 zakken met iets anders. Wat ik nog niet kan identificeren. En ik heb ook nog niet, zeg maar, erin gekeken. Ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk weer terug. Want Moes had ik buiten vastgemaakt. Ik kon haar wel zien hoor, vanaf binnen. Maar ik vond het toch een beetje spannend. Gelukkig kwam er een vrouw heel erg met haar knuffelen. Dat ik dacht, oh ja, dat is, dan blijft ze wel rustig. Want ik had haar vastgemaakt aan een bankje. Maar dat bankje zat gewoon los op de grond. En ze trok dat hele bankje omver. Dat is veel sterker dan ze denkt. Of dan ik had gedacht. Hé Moes? Veel sterker dan ik dacht. Hallo, kijk eens Moes. Kijk eens Moes. Het moment van de waarheid. Wat zit er in de tas? De allereerste Too Good To Go. Oeh, een heerlijke witte baguette. Maar dan ook een soort van gevlochten brood die iets bruiner is. Ik hoop zo op een croissantje. Ga ik ontbijten met een croissantje. Oh, het is geen... Het is een chocoladecroissant. En een... Ik weet niet, hoe noem je dit? Dit is niet een cinnamon roll, want hier zitten rozijntjes, maar wel een bepaald soort spijs. Lekker! Oh, lekker! Zo'n noten- en vruchtenbroodje. Dit wordt genieten! En dit was, als ik me niet vergis, of 3,99 of 4,99. Ik zat in beeld te zetten wat het was. De eerste buiten is binnen en ik ben heel erg blij. Ik heb Moes even snel thuis gelaten. Zodat ik snel de andere 2 Too Good To Go's kan ophalen die voor 7 uur opgehaald moeten worden. Maar ik moet om 4 uur ergens zijn. Sorry, mijn mond vol. Dus ik moet me een beetje haasten. Waar ik helemaal niet van hou. Ik ga eerst naar de verdere Lidl. Daar gaan we heen. Dat is denk ik wel afgezet daar. Rijd naar het zuiden of de Leimuidenstraat. Richting de Rietwijkerstraat. Ik kan dus echt niet rijden met zo'n dikke jas aan. Oké, de weg was afgesloten. Dus haast, haast, haast. Telefoon mee. Tassen mee. Let's go. Iemand is heel erg blij, want ze is heen en weer aan het rennen. Hé, hey, kleine meid, ben je heen en weer aan het rennen? Ben je heen en weer aan het rennen? Ah. Daarheen, daarheen, daarheen. Wie sneller, wie sneller, wie sneller. Ja, precies. Moes hier rustig, rustig. Volgens mij wil jij spelen. Volgens mij wil jij spelen. Ja. Would you, 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 would you
Heb je dorst? Misschien wil je wel een beetje water. Beetje water voor Moes. Ja, die heeft dorst. Zo, ik ben weer thuis. En ik heb echt twee fantastische boxen, Lidl boxen. Met al dit lekkers. Ik denk dat ik het ook even ga uitstallen. Maar in ieder geval even zo'n shot. Met hoe geweldig dit allemaal is. En dan voor €2,99 per doos. Hè. Een hele bloemkool, broccoli, bananen, sla, druiven, paprika, venkel, tomaten, aardbeidjes, uien, prei, appels, persiken, mais, champignons, nog meer druiven. Oh my goodness. Hier maak je me echt heel, heel gelukkig mee. Eens kijken wat zij gaat doen met die doos. Is voor jou, Moes. Mag je mee spelen? Hier, deze. Nee? Oké. Okay. Anyway. Dit zit er dus in de ene box. Pultjes, sugar snaps, ijsbergsla, druiven, broccoli, bloemkool, paprikaatjes, bananen en een venkel. En ik heb nog nooit met venkel gekookt. Dus ik ga even kijken of ik daar misschien vanavond al iets mee kan doen. Maar dit is echt fantastisch. Hoe zijn de doos? Nee, toch niet leuk genoeg. Oké, ik heb Moes een speeltje gegeven. Met een flesje met wat muntjes. Heel even afpakken. Zodat ik een stukje kan filmen. Oh, schat. Ik moet heel even een klein stukje filmen. Oké, vind je dat goed? Heel eventjes. Heel even. Oh, mijn hart breekt. Mijn hart breekt. Oké, even snel. Even snel, even snel, even snel. Oké. Nou, dit zit er in die tweede box. Oh, dit zit er in de tweede box. Mais, suikermais, vers twee stuks. Nectarines, uien, aardbeien, oh mijn god, zo lekker. Druiven, prei, champignons, appels en heerlijke cherry tomaatjes. En er zat nog een flair in. Of eigenlijk een soort van vakantiepakket story. Oh, Margriet Flair. Nou, niet helemaal mijn leesvoer, maar ik ga het toch lezen, want het is natuurlijk wel leuk zo. Dit is toch fantastisch. Ik ben hier heel blij mee. Oké, Moes, je mag weer je speeltje terug. Ja? Komt-ie. 1, 2. Oh, die is blij. Die is blij. Zo schattig. Even snel tussendoor. Een kleine Chiquel haul met 4 items die ik aan jullie wil laten zien. De eerste was altijd weer een kortingscode. Kijk even in de omschrijving van deze video welke dat is. Voordat ik hem verkeerd zeg en het niet meer eruit kan editen. Laten we beginnen met het eerste item. Het eerste item is deze enorme oversized witte trui. Ik ben echt zo gek op oversized truien tegenwoordig. En waarom ik deze dus zo fijn vond is omdat die zakken heeft. Gewoon lekker dat je zo'n grote trui aan hebt. En dan buiten ergens gaat wachten dat je je handen zo in je zakken doet. In plaats van naast je of zo. Je hebt natuurlijk ook wel eens dat je bij zo'n hoodie, dat je zo aan de voorkant zo dat blok waar je handen in kunt doen. Ook een soort van zak. Maar dit zijn echt zakken. Individuele zakken aan de zijkanten. Super zachte trui. Lekker groot. Kan ik lekker zo in weg duiken. En alsof ik een kleedje om me heen heb. Love it. Ze hadden hem ook in andere kleuren. Dan gaan we naar... Dit is wel echt mijn lievelings. Ik heb deze al meerdere keren ook aangehad. Ik kan heel slecht omschrijven wat dit is. Want ik weet dat er een naam voor is. Maar in ieder geval, het is dus een trui zonder mouwen. Valt ontzettend lekker, moet ik zeggen. Dus ik kan hem zo lekker aan de voorkant in mijn broek doen. Heel leuk herfstig. Ook wel perfecte overgangskledingstuk. Wat betreft zomer naar herfst of winter naar lente. Dus warm op mijn lijf en dan bij mijn armen lekker luchtig. Dan ben ik gegaan voor een... Super schattig, een beetje crop top vestje. Heel erg zacht materiaal. Je wordt echt zo'n knuffelbaar mens als je dit aan hebt. Wel crop, dus het is niet super warm. Ik ben helemaal gek hierop. En ook de kleur past natuurlijk weer helemaal in mijn kledingkast. Het laatste item is, dit is een beetje heel licht bruin grijs beige. Kooltrui, maar dan zonder mouwen. En... Hij heeft een hele diepe snede bij je armgaten. Waardoor je dus of een blouse aan kan doen. Maar dus ook gewoon inkijk hebt bij je armen. Als je een BH'tje aan hebt is dat natuurlijk wel handig. Want je kan zo naar binnen kijken. Of je moet scheid hebben eraan. Maar wel heel interessant dat hij dus zo strak zit om je nek. Door de kool.
En dan wel hele wijde uitval heeft. En dus ook diepe sneden bij de armen. Waardoor je hem heel leuk kunt stylen. Met verschillende dingen eronder. Dus dat waren de 4 items in deze mini Chiquelle haul. Laten we weer verder met de video. Kijk even in de omschrijving voor de linkjes naar alle items. En ook even de kortingscode. Het is 7:30 en het is tijd voor de laatste Too Good To Go. Het is die van de markt. En dat is echt in onze straat. Even naar beneden hoppen, Too Good To Go box ophalen. En dan kijken wat erin zit. Echt 4 keer een soort van verrassingsmoment op de dag. Het is zo leuk. En ik heb er natuurlijk echt fantastische dingen. Kijk, die hele kar is nu zo lekker gevuld. In ieder geval kunnen wij weer vooruit. Jee, ga je mee of blijf hier? Misschien is het leuker voor jou om alleen te gaan. Oh. Blijf maar als je wil hoor. Oké. Deze aanwinst is echt fantastisch. Tenminste, fantastisch. Ik zag allemaal lekkere dingetjes. En misschien helpt het ook wel doordat we de afgelopen paar keer een beetje teleurgesteld zijn geweest met de Too Good To Go van de markt. Ja, ik ga erbij pakken. En het is ook meteen voor Boy de eerste keer dat hij dus hoort wat erin zit. Dus misschien dat we zijn reactie ook horen. We hebben hier biologische teriyaki balletjes van Saveurs. Deze vinden we altijd echt ontzettend lekker. Laten we in hetzelfde thema blijven. Biologische Limburgse gehaktbroodballetjes van Saveurs. Zo. Dan hebben we een rendang pie. Zo. Nog een rendang pie. Oh, dit ga je echt heel lekker vinden, denk ik. We hebben een courgette soep. Dan hebben we een courgette walnoot cake. Ook voor Boy. Dan hebben we een rode rijst, limoen en cashewnoten. Saladetje. En als laatste hebben we suikerbrood. Goede winst. Zeker. Kijk, om het even goed te zien. Dit is die salade. Dit zijn die rendang pies. Courgette soep. Lekkere balletjes. Suikerbrood. En dan de courgette cake met walnoot. Yummy! Every moment tonight. Hier zijn er 2 dingen die ik graag eventjes nog wil zeggen ter afsluiting van deze vlog. Nu denk je misschien, wow, Tenny, je haalt 4 Too Good To Go's. Terwijl het zo moeilijk is om er 1 te bemachtigen voor iemand. En je hebt nu zoveel weggepakt wat ook gedeeld kon worden. Dat snap ik heel goed. En dit is niet iets wat ik normaal gesproken doe. Maar voor een video wilde ik dit graag een keer laten zien. Het was echt een soort van verrassingsdag voor mezelf. Maar ik ben niet van plan om dit elke keer zo te doen. Ik denk dat ik eens in de 2 weken 1 Too Good To Go box koop. Dus dat vond ik wel even belangrijk om te vermelden. Daarnaast, het idee is natuurlijk om geen eten weg te gooien. En ik haal natuurlijk heel veel in huis die dag. Grote kans dat je iets weggooit, zou je misschien denken. Maar weggooien is bij mij uit een boze. Dus dat doe ik echt niet. Geloof het of niet, maar ik verwerk echt alles in de maaltijden. En anders gaat het de vriezer in. We hebben een enorm grote vriezer. En dat is ook vaak onze redding als we niet weten wat we moeten eten. Goed. Dat was het lief allemaal. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ben er weer elke woensdag voor jullie. Dus tot volgende week woensdag voor een nieuwe video. En misschien gaat dat wel de video zijn waarin ik vertel over mijn cosmetische ingreep. Tot dan lief allemaal. Er is er een heel groot taboe over en een bepaald stigma van je bent onzeker. Ik ben vooral bang voor die operatie en de narcose.